Vierdaagse feesten editie 2021 gaan dit jaar niet door, natuurlijk vanwege corona. Maar je moet je even voorstellen, achter mij zouden normaal gesproken ontzettend veel mensen staan. Ze komen voor Raden aan de Kade of Matrix aan de Kade. Matrix komt hier normaal gesproken met Q Music de Foute Party en ook Snolle Bollekes kwam regelmatig optreden. Maar dit jaar gaat dat niet door en als het wel was doorgegaan, dan had ik getwijfeld of het door zou kunnen gaan vanwege het hoge water. Je hebt nu in deze straat dan een paar terrasjes neergezet, ja. Maar normaal is het groter, toch? Ja, normaal gesproken is het groter, normaal gesproken staat het onder de brug. Maar ja, met deze waterstand moesten we met een alternatief komen, of dat moest niet, maar hebben we gelukkig een alternatief kunnen bedenken. En dat is het hoogwaterterras geworden dan, nou. Hoogwaterterras op Oesientje. Zijn er nu dan minder terrassen dan normaal? Dat is eigenlijk precies hetzelfde, want er kan ook niet meer. Er is denk ik wat minder ruimte in ieder geval voor wat kinderen om te spelen, want we hebben hier geen zand, hè, rondom dit gedeelte. En om voor een week hier een vrachtwagen zand te storten, dat ging me net te ver. Dus in die zin vind ik dat wel jammer, maar ik denk dat we eigenlijk qua stoelen zo'n beetje hetzelfde hebben. Heb je wel eens rekening gehouden met het hoge water tijdens een vierdaagse week? Ik hou altijd rekening met het hoge water, want ik zit al jaren aan het water op schepen. Dus dat is al zeg maar 30 jaar dat ik rondom schepen en die Waal bezig ben. Dus al jaren zit bij mij in het hoofd dat dit een keer kan gebeuren. En in die zin prijs ik mezelf toch weer gelukkig, zou ik bijna zeggen, dat die dit jaar is. Omdat wij voor de Vierdaagse nog niet opgebouwd hebben, omdat er geen Vierdaagse is. Dus met het afbreken en ook de programmering hebben we natuurlijk een stuk minder kosten, ja, dan die we anders zeker gehad zouden hebben. Hoe kijk je verder naar deze week? Ik heb wel zin in deze week. Want ja, dit is in ieder geval fijn. Ik ben heel blij dat we hierboven iets kunnen doen. En verder zijn we een soort van programmaatje, of zijn we niet, die hebben we al bedacht. En die gaat vandaag in werking. Dus als je de Kaai volgt, zeg maar, op Facebook of Oesientje, dan zie je wat we deze week brengen. En dat zijn eigenlijk alleen maar dingetjes waarvoor geen evenementenvergunning nodig is, maar ook waar niet grote aantallen mensen bij elkaar komen. Maar waarbij we toch iets doen rondom de Vierdaagse. Ja. En dat we eigenlijk heel klein mensen een plezier kunnen doen op die manier.